Bent u er klaar voor? Stilzitten voor een karikatuur? Ja. Spannend? Ja, spannend. Op zo'n Rotterdamse, stadsfestival, hoe vindt u dat idee? Nou, ik wist eigenlijk niet dat het was eigenlijk. Ik kwam er pas onderweg hierachter en ja, erg leuk. Ja, zeker ook soort dingen, erg leuk om te zien. You ain't nothing but a hound dog. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Het is gewoon iets aan lopen, eten aan de Maas en op een king. Ah, leuk idee. Hier langs en opeens een vriendin van me die zegt kom zitten, het is allemaal gratis. Dus heel gedoe. Het ziet er super leuk uit. Dat is het festival Op z'n Rotterdams. Dus dit is niet de kookgoot meer, maar de kookgoot. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat zo leuk. Ik moest natuurlijk komen. Ik heb het gelijk op Facebook geliked. En al mijn vrienden zijn ook hier rond aan het lopen ergens. Gewoon gezellig, ongeveer. En wat vind je er nou van dat Rotterdam zo al zijn culturen eigenlijk tentoonspreidt ook op deze manier? Ik vind het superleuk, want ik was een jaar in Shanghai en toen zag je al echt een mengelmoes van alle culturen. En dan ik vind het echt leuk dat ook Nederland, of ja, Rotterdam vooral, wat meer mee ingaat. Want in Amsterdam zie je al dat het is gebeurd, maar Rotterdam was al ja, pas misschien 1-2 jaar pas nu aan de gang en het is wel leuk. Dus overal zijn er een heleboel activiteiten, dat is hartstikke leuk, altijd wat te doen. Voel je dan ook een beetje Rotterdammer? Ja, tuurlijk. Even rondlopen, dus altijd wat te doen. Dan neem ik ook mijn mensen uit Den Haag en kennissen en zo, die moeten altijd hier naartoe komen. Hier is altijd wat. Ik heb net een sprinkhaantje gegeten, super lekker. Kan je bij deze tent halen, dus een sprinkhaan man. Ja. Je krijgt hier een heerlijke massage. Jawel. Is het nodig? Jawel, ik heb nodig. Wat vindt u van dit festival? Ja, is leuk. Ik vind het echt leuk. Ja. Ik vind het wel cool. Geeft wat diversiteit aan onze stad. Want ik kom hier wel elke dag. En ja, het wordt soms wat saaier als je hier elke dag komt. En dan als je evenementen zoals dit heeft, trekt ook meer mensen en het ziet er wel cool uit. Klaar? Het is wel spannend. Ja. Ja? Ja. Kijk, thuis hebben we natuurlijk wel kunnen zien.